Nou, goedenavond. Welkom allemaal voor de kijkers die op YouTube kijken of via Christ Channel. Vanavond gaan we wat filmpjes bekijken, onder andere hier een die zegt van wat deze jongeman heeft van God gekregen, een boodschap over elektrische auto's. Dus bijvoorbeeld voor de mensen thuis die bijvoorbeeld een Tesla hebben of een Volvo of wat dan ook. Tegenwoordig komen er natuurlijk steeds meer elektrische auto's bij. Dus dit is een heel interessant onderwerp om te bespreken. En ja, we gaan het in gedeeltes doen. Het is in het Engels en ik ga het tussentijds vertalen, zodat voor degenen die het Engels niet goed begrijpen, dat ze ook deze boodschap kunnen ontvangen. Dus laten we beginnen. Peace and blessings, family. Peace and blessings, Mark the Messenger. Back with another video, man. Let's get straight to it. About these electric cars, man. I hope people are seeing what the agenda is. And you know, where is the mark of the beast? The Bible says you won't be able to buy or sell unless you receive the chip in your right hand or in your forehead. So what does that let me know? It lets me know. Ja, nou, wat hij zegt, hij verwelkomt natuurlijk iedereen die op zijn kanaal, want hij heeft zijn eigen kanaal, Mark the Messenger. En hij begint eigenlijk gelijk met over de elektrische auto's, maar ook over openbaringen. Wat er over genoemd wordt van dat de grote mensen en de kleine mensen, arm of rijk, vrij of mensen die vastzitten, die het teken van het op hun arm van het beest, het teken van het beest op hun arm of op hun voorhoofd, en dat geen enkele persoon iets kan kopen of kopen of kan verkopen tenzij hij het teken van het beest heeft of het nummer van zijn naam, dus wat allemaal bekend is van 666, dat is het nummer waarover gesproken wordt. Nou ja, dit zou een heel goed voorbeeld kunnen zijn ook voor elektrische auto's in de toekomst, dat als je niet ergens aan voldoet of niet aansluit bij bijvoorbeeld het teken van het beest, dat je dan bijvoorbeeld bepaalde dingen niet kan verkopen, gebruiken, wat dan ook. En met elektrische auto's is dit ook relevant. Daar gaat hij verder over vertellen. They want to control the people. They want to control you with your cell phone devices, with your laptops, now with your computers. They want to control you with a lot of things. But those are just three things that came up the head. But now they want to control you by your cars. Okay, all of this new age technology, I truly believe, I know some religious people won't believe, but all this new age technology, it all stems from fallen angels, the fallen angel knowledge that we weren't supposed to know. Ja, wat hij hier ook zegt van eigenlijk de agenda van deze wereldse machten en politieke. Natuurlijk in deze tijd leven we in best wel pittige tijd met vele dingen die op dit moment afspreken, die bijvoorbeeld afspelen die in de eindtijd of in de Bijbel bestaan, staan in de eindtijd. En een onderdeel daarvan wordt door overheden wordt dat uitgewerkt, die agenda. En dat willen ze eigenlijk doen door middel van controle hebben over de gewone burger of ons als christenen. Maar het, in principe is dat voor de normale burger is dit allemaal van toepassing, of je nou gelooft of niet. Maar het gaat allemaal om controle. En wat hij zegt van elektronische mobieltjes, smartwatches, televisies, camera's, wat dan ook. Er zijn natuurlijk heel veel beveiligingscamera's ook in Nederland, om een voorbeeld te noemen, die de politie of de overheid kan gebruiken om te kijken van, joh, wie doet wat, wie loopt daar, wie is waar. Dat kunnen ze allemaal terug traceren. En dat zorgt ervoor dat zij controle kunnen uitoefenen op de mensen die hier in Nederland wonen. Maar ook voor de mensen die hier op dit moment in Nederland zijn. En daar vertelt hij ook over angels did. Dat, hij denkt, nou, onder andere hierin, van dat deze mensen, technologie eigenlijk, dat dat iets is gegeven van de gevallen engelen. Dat dat eigenlijk kennis is die de gevallen engelen over hebben gebracht op de mens om te ontwikkelen. Zodat uiteindelijk die controle en die agenda verder uitgewerkt kunnen worden. Things that we weren't supposed to know. So, and I have electric cars, so I'm going to tell you guys what just happened to me recently. Now, I do have a backup car, a gas car, because I understand, you know, you got to be prepared. Okay, there's benefits to electronic cars, and there's a lot of cons to it, okay? Just like with gas cars too, there's pros and cons. But one thing that just happened in my area, which has never happened before, there was a power outage for about over 2 hours.
and my car needed to be charged. Now, I didn't need to go anywhere, but just wanted to charge it. And I realized, I was like, wait, the power's out. How am I going to charge the car? So, nou, en hierover vertelt hij, vertelt over zichzelf. Hij heeft zelf twee auto's. Eén auto is elektrisch ook. En een andere auto heeft hij gewoon op benzine. Zodat voor het geval dat, dan heeft hij toch nog een benzineauto. Maar hij had dus, laatst was er een stroomuitval in de omgeving waar hij woonde. En hij had zijn auto nodig. Ze, nou, in dit geval zou hij zijn elektrische auto pakken. Er was geen stroom, hij was niet opgeladen, dus en toen bedacht hij zich van, ja, als er geen stroom is, dan ben je eigenlijk best wel beperkt. Ja. En toen begon hij zich te realiseren van wat de impact zou zijn van als stroom afgesloten wordt, of als we afgesloten worden van stroom. En de meeste mensen zijn denk ik wel bekend met dat, volgens mij, als ik het goed zeg, in 2035 willen ze binnen Nederland eigenlijk volledig elektrische rijdende auto's hebben, als ik het goed heb. Dus dan zou betekenen dat iedereen hier in Nederland in ieder geval op 2035 elektrische auto's zou rijden. Nou ja, ga, reken zelf maar uit, dat, zo lang is dat niet, in principe niet meer, binnen 10 jaar bij wijze van. En dan hebben we hier ook mee te maken, onder andere. Oh. And for those who don't know, in 2035 in California and many other states too, you guys can go look this up yourself, they passed a bill where they want, in 2035, I know that's a long time for now, but guys, time goes by fast, they could also even change it to a shorter time if they just pass the bill. So, but as of right now, as I'm making this video, by 2035, they want all cars to be electronic, okay? And even in Europe, they passed a bill too as well for that year. So I'm clearly seeing the agenda, I'm clearly seeing how they're using these technologies to control us, to control the masses, okay? And if you don't comply, in China they have a system where they have social credit score, for those who don't know. Ja, hij vertelt hier onder andere over dat dit, wat ik eigenlijk net ook zei, van dat ze, hij woont in Californië en dat ze daar hetzelfde hebben, dezelfde regels sinds de, in 2035 moet dan iedereen een elektrische auto rijden. Nou ja, en hij zei ook dat het binnen Europa ook zo is. Maar in principe is dat iets, dat is een streven wat ze hebben. In principe wettelijk kunnen ze het morgen al bewijzen van, kunnen ze het invoeren. En dan zeggen ze van, je moet het nu doen. Dus wie zegt dat het ook werkelijk in 2035 wordt. En wat hij verder zegt, hij vertelt over China. China is een goed voorbeeld van een totalitaire staat. En waar de overheid volledige controle heeft over zijn inwoners. En zij hebben een sociaal credit score, om het zo maar even te noemen. Dus dat betekent een soort van puntensysteem, net zoals wij met ons rijbewijs hebben. Zo met dat je zoveel punten aftrek kan krijgen en dan wordt je rijbewijs ingenomen. In zekere zin is dat in China ook relevant, maar dan sociaal gezien. Dus stel voorbeeld van, je bent in aanraking geweest met de politie. Dan krijg je puntaftrek op je bewijs, op je identiteitskaart. En na zoveel punten krijg je dus bepaalde straffen of boetes of ik weet niet precies hoe zij dat rekenen, maar het zou dus ook kunnen dat ze zeggen van joh, je krijgt geen gas meer of je krijgt geen stroom of wat dan ook. Het is natuurlijk een communistisch land, dus daar zijn meerdere opties. En hij waarschuwt daar ook een beetje voor van dat vervolgstappen voor ook in de tijd waar wij nu leven, dat dat ook een optie kan worden van onze realiteit. Dus wat we nu nog denken van ja, is misschien nu nog ver weg, maar ja, het zou eventueel wel mogelijk kunnen zijn in de toekomst. Oh. If you're compliant to the system, you're pretty much bowing down to the beast. Your credit score will be higher. So if you're doing the opposite of that, like if you don't want to get that, you know what they were pushing on the people back in 2021 and 2022. Not gonna say no names, you guys gotta think for yourself. Okay. But if you don't get this, if you're speaking out, you know, if you're speaking out, you know, speaking truth, if you're going against the grain pretty much, your credit score will go down. And if you own an electronic vehicle, which pretty much is powered by a computer, they're going to be able to track you, and they're going to be able to shut your car down where you can no longer enter this car, you can no longer drive this vehicle, or you can drive this vehicle, but you can only drive 50 miles a week. You can only drive 20 miles a day because your social credit score. Yeah, what hij hier ook zegt van, in principe is het, kun je het zien als het teken van het beest, onder andere, voor in de toekomst. Dat mensen die dus
meewerken aan wat het teken van het beest is en wat het inhoudt, het systeem, dat die mensen juist meer punten krijgen. Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen van, oh, jij gedraagt je goed, je bent een goede burger, dus jij krijgt extra. Maar voor mensen die dus hier tegen ingaan, dus die zich hier tegenover uitspreken, dan kunnen ze zeggen van, ja, we vinden jou vervelend, dus trekken we punten in mindering. En kunnen ze bijvoorbeeld zeggen van, joh, je komt nu je auto niet meer in. Want alles wordt digitaal, er zitten computerchips in, ze kunnen zien waar je naartoe gaat. Ze kunnen zeggen van, nou, jij gaat elke week naar Pietje, om het zo maar even te zeggen. En daar heb je een bijeenkomst en dat zijn, daar worden dingen in besproken die wij niet fijn vinden. Dus zeggen we van, nee, dan kan je niet je auto meer gebruiken. This is all correlated. It's all linking to the mark of the beast. I hope you guys are awakened to the gospel, the Bible, awakening Jesus Christ. Okay, so you can see, you can take off the blindfolds in your eyes so you can see the agenda clear as day. I clearly see what's going on. And I want to thank... Ja, wat hij hier ook zegt, hij benoemt hier van dat hij ook hoopt dat andere christenen dit ook zo kunnen zien. En dat ze, wat hier ook staat van in Lucas... want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen het verlangen hebben om de dingen te zien die wij als kinderen van God met de ogen van God kunnen zien. En dat zij die niet zien. Dus vele koningen en profeten hadden dat verlangen dat zij ook met de ogen van God naar bepaalde dingen en met de wijsheid van God daar naartoe kunnen kijken. En hij hoopt dat vele christenen die dit misschien ook gaan zien, dat op het moment van dat ik dit vertel, dat zij dat ook zo zullen zien, dat dit een optie is. The Lord Jesus for opening my eyes to see, to share this message with you guys, because this is clearly control, okay? I told you guys about the social credit scores also. When it comes down to, you know, wanting to open your car, they're going to make it work. If you don't have the chip, when you don't have that chip, you can't even open the car. You can't even get inside your car. Now, like I told you guys in many videos before in the past, if you haven't already, make sure you guys subscribe to the channel. Everything that's being pushed out in the masses today, that's by the so-called powers of being, though the Bible talks about the spiritual wickedness in high places. Okay, it's all correlated to the mark of the beast. Everything. Ja, wat hij hierover vertelt ook, is een andere Bijbeltekst die in Efeze staat. Dat hij zegt van, dat is het stuk van, we worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen principaliteiten, tegen krachten en tegen degene die de macht hebben in de duisternis van deze wereld en tegen spirituele raarheden of valsheden in hoge plaatsen. Dus denk hierbij aan bepaalde dwaalleren, denk hierbij aan bepaalde dingen die de overheid heel erg aan het promoten is, wat wij als gewone mens zouden moeten zien. Dus niet per se van naar je buurman kijken van, oh, jij bent fout, maar meer vanuit macht te kijken. That saying is pushing on the masses, all correlates to the market beast. I just saw a chemtrail somewhere around here. I don't know part of this disappeared, but chemtrails are all control. The food is full of GMO. The water is effeminizing the man and masculinizing the woman. They're pushing out, you know, pornography, I'm gonna say it like that. You know, just weakening the men, you know, so the man can't fight back and strength. Waar hij hierover vertelt, onder andere van de agenda die ze voornamelijk aan het uitvoeren zijn, is dat ze eigenlijk van mannen vrouwen proberen te maken en van vrouwen mannen. Dus eigenlijk dat ze het soort van aan het omdraaien zijn, omdat wat ze eigenlijk niet willen is dat er op dit moment sterke mannen opkomen voor deze dingen die gebeuren. Dat willen ze niet, want vaak uiteindelijk, bijvoorbeeld als je terugkijkt in de geschiedenis, naar de Franse Revolutie, een voorbeeld daarvan, werd dat uiteindelijk, onder andere, een groot gedeelte werd gedaan door mannen. Dus als mannen ergens niets mee eens zijn en er tegen in opkomen, dan veranderen er dingen op de wereld. En dat is precies waar ze zich heel bewust van zijn. Dus wat wil de overheid voor creëren? Die wil ervoor zorgen dat er geen sterke mannen zijn, of leidende mannen zijn, om hier tegen in te gaan. Dat is eigenlijk wat ze willen creëren. Dus ze willen eigenlijk vrouwen meer als mannen gedragen en mannen meer als vrouwen. En dat is wat hij hier onder andere in benoemt.
in the woman, because a woman is now the man, and the man is now the woman. And does anyone see this agenda? They're trying to separate the man and the woman. We're all arguing and going back and forth with each other, you know, destroying the families, and there's no leadership. Okay, because the Bible talks about how God is the head, then it comes Christ. Ja, hij zegt hier ook, gaat hier nog verder op in. Eigenlijk wat ze ook voornamelijk aan het doen zijn is, zeg maar, de relatie tussen man en vrouw daardoor compliceren. Vroeger, in het algemeen en in de Bijbel wordt gewoon genoemd, je hebt een man en je hebt een vrouw. En de man heeft bepaalde rollen en de vrouw heeft bepaalde rollen. Maar dat wordt nu dus vervaagd door de agenda. En onder andere leidt dat tot frictie tussen man en vrouw. Maar ook binnen bepaalde relaties, binnen families. En voor de mensen die de Bijbel lezen is een onderdeel van God leidt de man en de man leidt het gezin. Maar als dat dus verdraaid wordt of heel veel frictie tussenkomt omdat er andere normen en waarden aan ons geleerd wordt hedendaags, dan zorgt het ervoor dat een gezin niet goed geleid wordt, maar het leidt ook tot bijvoorbeeld scheidingen of tot families die uit elkaar vallen juist daardoor. When it comes to the man and the woman, and all that, and the children, but all that in today's age is all backwards. Okay, we have poor little men. We have people who don't even have God in their lives. They don't even believe in Jesus. And everything is backwards, everything is corrupt. See, God gave us laws to follow. He gave us rules. Ja, wat hij hier ook zegt, eigenlijk, hedendaags wordt het zo omgedraaid van, de vrouw leidt nu de man, en de man heeft niet eens God. Dat is eigenlijk, zeg maar, terwijl het eigenlijk hoort van God leidt de man, is het hoofd. Hij zegt, ik ben het hoofd en wij zijn het lichaam. En samen zijn we allemaal één. Dat is wat hij zegt, maar nu wordt het, zeg maar, zo omgedraaid dat het juist in tegenovergestelde richting zou moeten zijn. And when we don't abide by his rules and his laws, corruption happens. You know, when we're disobedient, and bad things happen in our life, but we're keeping God's laws and his commandments and his rules, a lot of those things would have been avoided. Generational curses, okay, broken families, all of that. Hij vertelt hier over de wetten die we hebben gekregen van God, en dat die er voor ons zijn om ons te beschermen. Van als er slechte dingen onder andere gebeuren, komt dat soms ook door de dingen die wij zelf verkeerd doen, als we niet God zijn wetten volgen. Dus bepaalde dingen zouden ons kunnen behoeden voor problemen in de toekomst, als wij gewoon God zijn wetten aan zouden nemen. En dat probeert hij hiermee te zeggen. So we all gotta come back. The solution to all this madness is going on. Because I always give people solutions. Yeah, I mean, a lot of people just give you problems, because it keeps you going back to them. But I always give people solutions, man. The solution is keeping God's laws, man, being obedient to his word. And yes, we fall short, we make mistakes. That's what. Ja, hij vertelt hier over dat we de wetten moeten volgen en dat we daaraan vast moeten houden. Dat ons beschermt. En hier staat ook een stukje Matthäus van, denk niet dat ik hier kom om de wet te kapot te maken. Dat zegt Jezus natuurlijk. Of de profeten. Ik kom niet om het kapot te maken, maar om te volbrengen. Ik zeg tegen jullie, tot de hemel en aarde voorbij is, zal niks in de wet veranderd worden, alleen vervuld. Dus voor degene die deze wet zal breken, een van deze wetten, en andere mensen hiertoe aanzet en leert om deze wetten niet zo uit te voeren, zal als laatste genoemd worden in het koninkrijk van de hemel. Maar degene die hierover vertelt en die het doet en andere mensen hierover vertelt, zal groot genoemd worden in het koninkrijk van God. Dus het is ook belangrijk als ons, voor als christen zijnde, om deze wetten van die in de Bijbel benoemd zijn zelf te volgen. Maar ook om onze mede-christenen, maar ook onze mede-mens, niet alleen christen natuurlijk, om die hiervan bewust te maken en op het goede pad te brengen. Omdat dat uiteindelijk voor ons ook zorgt dat wij groot zijn in het koninkrijk van God. We have Jesus' blood to wash us from our sins, but we don't make excuses, man. And we understand that his word is meant to protect us, so we must be applying it to our lives. I'm telling you, man, God will speak to you just like he's speaking to me to make this video for you guys, because I'm not here to push out fear, but I'm just letting y'all know how the days are coming to you, man. Like, these are the end times. And if you have eyes to see, you can see yourself too as well.
And so I just want to give you guys a message about electronic cars. You know, people are worshiping this Elon Musk guy like a god. He's the most. Ja, hij vertelt hier onder andere van dat het gewoon heel belangrijk is om die wetten dus vast te houden. En hij vertelt ook over Elon Musk, die natuurlijk door vele mensen bekend is. Heel bekende man. En zeker op social media of in het nieuws wordt hij vaak heel erg geprezen voor de dingen die hij doet. En eigenlijk bijna een soort een beetje als aanbeden, in zekere zin. Sommige mensen zijn echt tot bijna op het punt dat ze hem een soort van aan het aanbidden zijn. Wat ze hem zo bijzonder vinden en de dingen die hij doet. En ja, zoals wij christenen, God heeft ons duidelijk een opdracht gegeven dat wij niemand boven God zouden stellen. God is het enigste die wij zouden moeten aanbidden en wij zouden moeten eren. Geen ander mens, geen andere persoon van God. Die moet op de eerste plek staan. I would say he's probably the most praised human being on earth. We all know what the Bible says about those who are praise amongst men is an abomination to God. And that's how Satan works. Satan's going to use someone who's the most liked by this world to push out deceptions, to push out his agendas. And I'm not... Ja, hij vertelt hierover dat de mensen die op de aarde op dit moment het meest gewaardeerd worden, het meest geprezen worden, dat het vaak de mensen zijn die in het oog van God eigenlijk verschrikkelijk zijn. En dus kun je je ook in zekere zin afvragen met bijvoorbeeld een Elon Musk, die op dit moment heel erg geprezen wordt binnen de wereld. Hoe zou God tegenover hen kijken? Want hier in deze vers van Lucas staat ook van, en hij zei tegen hen, jullie worden beoordeeld, jullie laten jezelf beoordelen door de mens, maar God weet wat er in je hart is. Dus God, bijvoorbeeld, voor een Elon Musk, die ziet niet alleen Elon Musk als mens, maar die weet ook zijn hart. Dus als hij dingen doet die niet kloppen, dan ziet God dat. En dat kan best wel verschrikkelijk zijn hoe God naar hem kijkt op dit moment. I know it's not just him, because I just looked it up and Porsche has now EV cars, Jeep has EV cars, Honda has EV cars. I even think Lamborghinis are making EV cars, so I'm clearly seeing where this is all going. And I hope you guys see too as well. Just always understand that when you have Christ in your life, there's no fear. He gives you wisdom. God gives you wisdom. He gives you knowledge. Ja, hij vertelt hier verder nog over dat hij het niet doet om mensen bang te maken of dat mensen bang moeten zijn. En dat wil ik ook echt bij de mensen die dit kijken, wil ik dat benadrukken van wees je niet bang voor. Denk niet van, oh nee, het is natuurlijk in zekere zin verschrikkelijk, maar wees niet bang, want wij hebben God. En dat is ook wat hij hier benoemt van, wij kunnen op God vertrouwen dat God ons hiervoor zal beschermen. Als wij zijn wetten en zijn dingen aan vasthouden, dan leidt hij ons het goede pad. En zal hij de weg aan ons openbaren van hoe en op wat voor manier wij hier om mee moeten gaan. Knowledge gives you understanding. So important to have wisdom and understanding. So you can see the times we're going into. And when you see the times we're going into, you're no longer going to live a life of vanity. You're no longer going to live a life of, you know, where it's just about yourself, because you gotta deny yourself and pick up your cross daily so you can follow him. So there's no more of a thing of, you know, this is all about yourself being selfish, narcissistic, because that's how most people are today. The Bible says that they'll be. Ja, hij vertelt hier verder over dat het vooral belangrijk is voor onszelf om niet alleen aan onszelf te denken, maar ook aan onze medemens. Vele mensen hedendaags zijn vooral bezig met zichzelf. En als christen hebben we natuurlijk de opdracht om voor anderen te zorgen of voor onze buren te zorgen, als hoe we voor onszelf zouden zorgen om elkaar lief te hebben. En dat benadrukt hij hier ook, zeg maar, van let op een ander, focus niet te veel op jezelf, maar focus vooral ook op God. En God geeft jou liefde en die liefde kun je vervolgens weer uitdragen aan je medemens. In the end times, there'll be people who be lovers of themselves, be lovers of pleasure more than lovers of God. We're clearly seeing that today. Who loves God today? The Bible says, if you love me, you'll keep my commandments. There's not many people loving God by their actions, you know, because we can easily say we... Ja, God zegt, hij zegt hier ook van, God zegt ook in zijn woord van, hoe laat je zien dat je van God houdt? En God zegt dat heel duidelijk, je houdt van mij op het moment dat je laat zien dat je mijn aan mijn geboden houdt. Dat is een manier van hoe wij aan God laten zien dat wij van hem houden. En dat is wat hij hier ook benoemt. Dus ook voor de mensen die kijken, van het is echt een belangrijke oproep van volg de geboden van God.
love God with our words. It's easy to say we love God by going to church, but the Bible doesn't say that. If you love me, say you love me out of your mouth. If you love me, go to church on Sundays. Go to church on Wednesdays. Or Wednesdays, or whatever, any other. Ja, hij noemt hier ook iets van in Matthäus 15, van wat Jezus onder andere zei van jullie hypocrieten. Esaias had geprofeteerd over jullie en hij zegt dat dat mensen naar hem toe komen en met hun mond zeggen van wij eren u en met hun lippen, maar hun hart is werkelijk ver van hem. En zeg maar zonder dat het nut heeft, aanbidden ze mij en onderwijzen ze mij dingen, bepaalde gebeden, bepaalde regels van mensen. Dus eigenlijk een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de katholieke kerk, die bepaalde, bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld, hè, carnaval, is laatst geweest. Ja. Er staat nergens in de Bijbel dat wij carnaval moeten vieren en toch wordt het gedaan. Ja. Dat kun je zien als een valse onderwijs van doctrines van mensen eigenlijk. Ja. Dus niet van God. En dat is een goed voorbeeld hierin van en toch zeggen zij van ja, wij houden van God, we houden van Jezus, we geloven in Jezus. Ze bidden tot hem, maar vervolgens dus, hebben ze wel een bepaalde leer of bepaalde dingen die ze doen die niet in de Bijbel van God benoemd worden. En zo zijn er meerdere geloven die daar een handje van hebben. Of leiders. Ik wil niet per se mensen over in kamp scheren, maar leiders die dat doen. Okay, it says that if you love me, you'll keep my commandments. And best believe, when you start to walk in truth, when you allow the Holy Spirit in your life, and you're being obedient to the Holy Spirit, the people of this world, the people in your own household, your so-called brothers and sisters in Christ, they're going to turn against you. Okay, this is what happens. So be prepared. Have the full armor of God on, because this is a spiritual... Ja, hij vertelt hier ook over, van voor de mensen van God, die echt Gods woord naleven, zullen in de wereld, zeg maar, verduwd worden. Zullen raar aangekeken worden. Hij zegt ook, van binnen je eigen familie zul je misschien raar aangekeken worden. Ik denk dat er sommige mensen zijn die binnen hun familie misschien raar aangekeken worden voor hun geloof. Of de dingen die ze, waarin ze geloven aangekeken worden. Of dat er een beetje lacherig wordt gedaan over de dingen die zij zeggen of doen. Dat ze zeggen van, joh, zo serieus hoeft het toch niet. Van, ja, God zegt dat wel, maar ja... Zo serieus hoef je het toch niet te nemen, zo letterlijk is het toch niet. Soms is het ook een beetje van hoe je het interpreteert. Nou. Warfare and we're fighting in spiritual wickedness in high places. People are being used by the unseen realm, demons, demonic spirits, and they have no idea. So make sure you cling on to the Son Jesus Christ and have a relationship with God. That's what it's all about. I hope you guys got blessed with this message. If you haven't already, guys, make sure you guys... Hij zegt hier ook van sommige mensen die hier lopen over de wereld, die hier zijn, hebben bijvoorbeeld demonen in hun. Dus niet per se altijd je familie of wat dan ook, maar iedereen die niet in de waarheid van God leeft en die naar zijn wil leeft, zal per se demonen in zich hebben. In principe niet. Dus hij waarschuwt ook van andere mensen die daar rondlopen, van als jij in het woord van God leeft, kun je ook soms aangevallen worden door deze soort type mensen die... demonen in zich hebben. Dat betekent niet dat die mensen per se slecht zijn, maar ze hebben gewoon last van demonen en daarom komen ze voor jou. Maar hij zegt ook van dat wij juist in de waarheid van God moeten blijven, ons moeten bedekken onder het bloed van Jezus, volledige wapenuitrusting van God moeten aantrekken, elke dag weer, zodat wij beschermd zijn tegen dit soort type mensen. Hit the like button, subscribe to the channel if you guys want to support the content. Love you guys so much, I'm out, peace. Nou, dat was het eerste filmpje over elektrische auto's. En ik hoop dat jullie het allemaal interessant vonden. En ja, we komen zo met nog een paar andere filmpjes. Fijn.